Ik heb het vermoeden dat na het zien van deze video, zowel ik als een paar van jullie wellicht een klein beetje lekkere zoete trek hebben. Wat ik daarmee bedoel, dat zal ik eens even uitleggen. In de video van deze week ga ik schilderen op gymschoenen. Ik heb dat in de zomer ook gedaan, toen met een vriendinnetje. En dat was echt heel erg bevallen. Jullie vonden het leuk. Ik vond het leuk. En ik dacht, dat moet wel zeker nog een keertje gebeuren. Gelukkig kwam deze week de perfecte gelegenheid. Want mijn creatieve vriendinnetje slash YouTube collega slash hele leuke vrolijke meid genaamd Elise van Elise Dingen. Die is namelijk jarig deze week. En ik kreeg opeens het idee om leuke schoenen voor haar te gaan personaliseren. Dankzij haar vriend Jeroen ben ik achter haar schoenmaat gekomen. Maatje 37. En gelukkig had ik die nog liggen. Voor de mensen die Elise niet kennen, eventjes abonneren op haar kanaal. Ik zal die ook in de omschrijving zetten. Maar Elise is een heel vrolijk, kleurrijk en warm mens. En toevallig zei ze van de week dat ze dit jaar wat meer als confetti door het leven wil gaan. Meer kleur, meer gekkigheid en meer vrolijkheid. En daarnaast is ze ook gek op donuts. En daarom leek het mij heel erg leuk om voor haar donutschoenen te gaan maken. Want zeg nou zelf, sprinkles zijn eigenlijk de confetti van de voedselketen. Niet alleen ga ik de schoenen dit keer verven met mijn Posca-stiften, al zal ik die zeker wel gaan gebruiken. Maar ik heb ook bij Hobbyshop online maar liefst 11 verschillende kleurtjes textielverf gekocht. En vooral omdat de donut die ik een beetje als basis in gedachten heb, gewoon grote vlakke kleuren heeft, leek het me wel handig om dat gewoon eerst gewoon goed te kunnen verven. De inspiratie die ik heb voor het schilderen van deze schoenen, dat is dit plaatje. En om dat dus goed te gaan doen, heb ik eigenlijk als basis 2 kleuren nodig. Namelijk de kleur van de donut zelf en de kleur van het glazuur. En mij leek het gewoon leuk om ook net zoals het plaatje te gaan voor een klassieke combinatie. Oftewel gewoon een normaalkleurige donut met lekker fel roze glazuur. Beetje zoals die donuts van de Simpsons. Toen ik dus deze schoenen een tijdje geleden heb gekocht bij de Primark, waren dit zo'n beetje de enige witte gymschoenen, een beetje all-star-achtig, die ik kon vinden. Ik heb wel een uitdaging en dat is namelijk dit rode randje. Het is op dat rubber en dat rood past natuurlijk niet mooi bij de hele kleurcombinatie. Dus ik hoop dat ik die gewoon kan gaan verven. Waarschijnlijk met een Posca-stift. Om te beginnen ga ik eerst de veters verwijderen van de schoenen. Dat kan bij deze gelukkig. En dan gaan we daarna eens beginnen met het schilderen. Om de schoen een beetje een vorm te laten houden, heb ik aan de binnenkant het blauwe vloeipapier gedaan. Zodat hij als basis een beetje stevig is en het dus makkelijker is om op te gaan werken. Daar gaan we dan! Ik moet altijd zeggen dat de eerste keer dat je dan dit doet, is toch wel altijd eventjes heel erg spannend. Maar oké, het begin is gedaan. Ik heb ook geen idee hoe de verf eigenlijk opdroogt. Ik ga ervan uit dat die ietsjes donkerder opdroogt dan dat je zou denken. Dus vandaar dat ik ook alles in een wat lichtere kleur heb gemaakt. Het moeilijke gaat wel deze tussenstukjes zijn, maar gelukkig is het de binnenkant. Dus stel dat zou alsnog een beetje mislukken, is dat niet heel, heel erg. Ik denk trouwens wel dat ik voor de zekerheid vooral dat grote heel eventjes ga aftepen. Zo. Dan kan ik tenminste goed tegen de randjes aangaan. Ik had trouwens bewust gekozen om textielverf te kopen naast de Posca-stiften. Omdat ik nu gewoon wist dat ik hele grote oppervlaktes moest gaan schilderen. En dit scheelt wel echt heel, heel erg veel tijd. Het valt me trouwens wel meteen op dat die verf, dat gaat wel heel erg snel. Dus ik moet voor de volgende keer opletten dat ik even genoeg verf mix. Want naast deze schoen heb ik natuurlijk nog een schoen wat ik moet verven. Nou, dat is in ieder geval de flap. En ik moet zeggen dat ik met de kleur in ieder geval heel erg tevreden ben. Gewoon een hele mooie, zachte kleur. En dan kan ik straks die donkerroze nog een beetje gebruiken voor wat schaduw hier en daar.
glazuren van schoen 1 is klaar. En ik moet zeggen dat het tot nu echt al super tof uitziet. Ik merk trouwens wel, vooral als ik het zo in licht hou, dat er echt een paar plekjes zijn in de stof. Waar ik straks toch nog een klein beetje met de verf overheen moet gaan. Maar dat ga ik pas zien als het echt, echt droog is. De volgende stap is het kleuren van de donut zelf. Dus dat ga ik doen. Dat ga ik alleen op het stofgedeelte doen. En het rode randje, dat krijgt nog een ander kleurtje. Maar dat doe ik pas helemaal op het einde. Ik merk wel dat vooral de witte verf echt super snel gaat. Het is natuurlijk ook een grote hoeveelheid. Dat betekent dus ook dat ik de kleur van de donut gewoon de terra kleur ga gebruiken. En niet in combinatie met wit. Want anders, ja, dan red ik het gewoon niet. Dus die wordt ietsje donkerder dan ik eigenlijk had gepland. Maar dat komt vast helemaal goed. En zoveel is het ook niet wat je ziet. Maar het ziet er gewoon nu al echt super, super tof uit. Ik hoop dat ze het ook leuk vindt. Maar ik vind het wel echt wel heel erg cool. Ik moet zeggen dat ik echt heel erg verbaasd ben over hoe makkelijk het dus is om te blenden van de kleuren. Het is echt net acrylverf, dat doet me heel erg aan denken. Alleen soms is het net ietsje dikker, maar echt heel erg herkenbaar en heel makkelijk dus te gebruiken. Dat is echt heel erg fijn. Nou, ik ga nu in ieder geval nog een klein beetje schaduw toevoegen van het glazuur. En dan ga ik beginnen met het toepassen van de sprinkles. Het idee trouwens qua schaduw is dat ik wil dat het licht eigenlijk van de voorkant komt van de schoenen. Dus daarom ga ik eigenlijk steeds aan de achterkant van alles maak ik het steeds ietsje donkerder. En dat het echt lijkt van als je dan lekker in de zon loopt, dat je dan zo'n hele mooie kleurovergang krijgt. Zodra ik de schaduw heb toegevoegd, geef ik het ook meteen een klein beetje highlight met wit op de kant waar het licht vandaan komt. En dat wit doe ik vervolgens nog een klein beetje aanpassen met dat roze verf om het iets minder hard te krijgen, dat het iets subtieler is. Maar voordat we de sprinkles gaan toevoegen, wil ik eerst even de basis schilderen van schoen nummer 2. Want ik ben bang dat anders deze verf gaat opdrogen. En dat is natuurlijk ook heel erg zonde, vooral omdat ik niet zo heel erg veel wit meer over heb om de roze te maken. Dus dat ga ik eerst doen en daarna ga ik nog meer kleur toevoegen. Ik ga precies hetzelfde doen op deze schoen als ik net op de andere schoen heb gedaan. Dus dat hoeven we niet allemaal nog een keer te kijken. Dus we doen dit heel erg snel. Tadaa! Nou, we hebben in ieder geval nu 2 hele goede basisschoenen. Dan heb ik nog een paar kleine dingen om te doen. Namelijk het maken van de sprinkles natuurlijk, van de donuts. Daarnaast wil ik deze nog een kleurtje geven. Dat randje gaat nog aangepast worden. En dan gaan we de vetels erin doen. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik vind ze nu al super cool. Ze zijn ook veel meer draagbaar dan ik had gedacht. Ik dacht eerst dat ze misschien iets te gek zouden uitzien. Maar dat valt eigenlijk heel erg mee. En ja, ik vind het bijna zonde dat ik ze weg moet geven, maar ik weet dat ze naar een goed huisje gaan. En ik ben in ieder geval heel, heel erg benieuwd naar het eindresultaat. Aangezien ik ook een beetje de klassieke donutkleuren heb gebruikt, wil ik ook graag een beetje wat klassiekere sprinkelkleuren gebruiken. Dat ga ik trouwens wel doen met de Posca stiften. En dat gaan we doen met een turquoise, wit, donkerroze. Bijvoorbeeld die of die, moet ik nog heel even kijken. Ik neig eigenlijk naar die. En ik zat te denken aan misschien geel. Misschien dat ik toch ga voor de paarse. Dan was ik aan het denken om met de turquoise ook dit flapje te doen. En sowieso dat rode randje te schilderen. En daar ga ik eerst mee beginnen. En daarna gaan we de sprinkles maken. Ik wil niet veel zeggen, hè? Dit is wel echt heel erg cool. Die kleur past er perfect bij. Oh, Elise, ik ben gewoon, denk ik, zelfs een beetje jaloers op je.
Tadaa! Oké, ik denk dat Elise geluk heeft dat ik geen maatje 37 heb. Want dan zou het echt wel moeilijk zijn voor mij om hier afscheid van te nemen. Ik vind ze echt super, super vet. Ik vind ze nog zelfs een beetje draagbaar. Had ik niet gedacht. Dus daar ben ik echt super, super tevreden mee. En ja, donuts. Maar ja, liggen er gewoon, dus ja, moeten ze, ja. Oeps. Persoonlijk ben ik heel erg een chocoladedonutmeisje. En ik hou ook wel heel erg van die croissant donuts. Die zijn ook echt super, super lekker. Laat me weten in de reacties beneden wat voor donut jij nou heel erg lekker vindt. Net zoals de vorige keer heb ik het dit keer weer onwijs naar mijn zin gehad. Het was trouwens ook echt heel goed te doen met die textielverf. Ik zal ook daarvan de linkjes in de omschrijving zetten. En ja, ik heb weer genoten. Lekker ontspannen. Lekker in mijn creatieve bubbel. En het heeft ook wel iets heel erg speciaals als je iets maakt als cadeautje. Vond ik ook wel echt heel erg leuk. En ik ben trouwens achteraf ook heel erg blij dat ik heb gekozen voor de lila sprinkels in plaats van de gele. Want ik bedacht me later dat lila is Elise's lievelingskleur. Vond jij deze video nou ook leuk? Vergeet dan niet om de video te liken. En mocht je nou vaker van die schoenenschildervideo's willen zien, laat me dan vooral even in de reacties weten wat voor onderwerp ik de volgende keer zou kunnen schilderen. Kom erop met ideeën, dat is voor mij altijd heel erg fijn. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Abonneer als je het eerder hebt gedaan. En dan zie ik jullie graag volgende week terug in een nieuwe video. Heel erg bedankt voor het kijken. Elise, gefeliciteerd. Ik hoop dat je een hele, hele leuke dag hebt gehad. En ja, dat was het eigenlijk. Oké, tot ziens. Doei!